dus ik ben Rosario. Ik ga vandaag een gerecht maken, het lievelingsgerecht van Sergio Herman. Dus we gaan beginnen met de aardappelen te schillen. 4 stuks knolselder. Ik ga juist een kwart nemen, want dat is veel te veel. Zo. Gewoon. Aardappelen. Aardappelen op dezelfde manier. Zo. Ongeveer. Staan we klaar zijn. Helemaal onder water. En op volle gaas. Zout. Zo, onze aardappelen zijn aan het koken. Nu gaan we aan onze mosselen beginnen. Groene celder. Gewoon grof snijden. Niet te grof. Dan mag je in de pot. Knoflook. Letten, juist voor de smaak ook. Mosselen daarbovenop. Daarna verse tijm. Geeft ook zeer veel smaak af. Zo. Shallotje. Zo. Witte wijn. Uw scheutje. Voilà. Veel peper van de molen. Nu gaan de mosselen volle vuur. Een pot erop. Zeer simpel, de mosselen gaan beginnen schuimen, dus het damp zeker niet open doen. Dat is de techniek voor het koken van de mosselen. Het gaat beginnen schuimen, gaan het deksel open doen, het vocht laten uitkomen, deksel terug op. En de tweede keer dat schuimt zijn de mosselen klaar, gewoon van het vuur en dan doen we verder. Hier heb ik een fond van crustacé, ga ik laten reduceren op vuur, verse kabeljauw. Die gaan we ondertussen in brunoise snijden. Dat is 1. Ga ik gewoon op mijn bordje terugleggen. Zoals je nu ziet, onze mosselen gaan beginnen schuimen. Dus dat is de eerste fase. Deksel opgelet omhoog duwen. Het vocht laten eruit komen. En terug opzetten. Even wachten. En de tweede schuiming gaat eraan komen. Dus onze biscuit is hier goed aan het reduceren. Dus voilà, onze tweede schuiming is er. Gewoon vuur afzetten, pot open doen, onze mosselen decorticeren. Wat betekent dat? Gewoon uit het schaaltje halen. Hè. En we gaan er een beetje jus over doen. Waarom doe ik dat? Voordat mijn mosselen mooi sappig blijven. Anders gaan ze uitroeren en zijn ze niet lekker. Dat is gewoon zo. We gaan daarna ook die jus gebruiken om onze saus te maken. Klein beetje jus erbij. En ik ga ook nog 2 hele mosseltjes houden voor de garnituur op het bord. Daarna onze kabeljauw gaan we verder snijden, dus in brunoise. Even naar onze aardappeltjes kijken. We gaan onze aardappels doorzeven. Zo. Terug op het vuur even laten drogen. Drogen betekent juist even terug op het volle vuur, anders krijg je zo babypap. Dat is niet de bedoeling. Voilà. Aardappeltjes zijn droog. We gaan het vuur uitzetten. En nu gaan we goed kneden. Erdoor. Ik ga gewoon een klein beetje bij doen. En we gaan draaien. Dat die pureeterig eigenlijk sappig wordt. Maar zo, het is perfect. We gaan juist peper van de molen toevoegen. We gaan onze rauwe kabeljauw, dus gesneden in brunoise, toevoegen. Dus goed mengen. Een klein beetje jus bij doen. Zo. We gaan er onze toets van kruiden bij doen. We gaan een beetje bieslook nemen. En gewoon fijn, fijn snijden. Dan gaan we toevoegen. En terug mengen. Ik ga er een klein beetje gezouten boter bij doen. Klein tikje, zo. Onze brandade is klaar. Nu gaan we onze jus van mosselen recupereren. Voor de vuur zetten, zo. Onze jus. Limoen ga ik de jus van de mosselen bij doen. En citroen ga ik een klein beetje
in de bron laten doen. Onze jus van mossel gaan het reduceren. Dan gaan we aan onze touch van kruiden beginnen. Ik ga limoen nemen. Ik ga platte peterselie nemen. Terug afwerken met een beetje tijm. Juiste blaadjes gebruiken, anders heeft dat geen goed gevoel in de mond. Peterselie plat, juiste blaadjes. Zo. Hier mijn touch van citrus. Het is gewoon peterselie plat met verse tijm, limoen, zesten, gewoon zo, citroenzesten. Dan een klein beetje room. Even draaien. Wij gaan dat even laten warmen en ik ga beginnen dresseren. Ik ga meer zo een soort knelletje plaatsen. Daarna onze mosseltjes zo ertussen plaatsen. Die zijn nog altijd zo goed sappig dat we die bewaard hebben in hun eigen jus. Voor de garnituur had ik gezegd dat ik een heel mosseltje ging houden. Ik ga hem zo plaatsen. Daarna, hier is onze jus van mossel. Dan nemen we de gezouten boter. We gaan daar zo een motje in doen. Op zacht vuur niet laten koken, anders gaat je saus schiften. Boter in doen en gewoon kloppen. De boter is gesmolten. Ik ga er nog eens een goede draai pepermol in doen. Sergio houdt daarvan. En we gaan de saus serveren. Ik ga die gewoon op de mosseltjes gieten. En op het einde een klein touch van citrus. Gewoon de rond sprenkelen en een beetje erop. En nog eens een draai van de molen. Een tekstje tijm. Ons gerecht is klaar.